Hallo, goeiedag, spreek met Jason. Hi. Goeiedag, wat komen jullie Wie doen? hier aan de lijn, Jason? Ja, jullie zoeken mij waarschijnlijk, wat komen jullie doen? Ja, we wou even met jou een gesprek. Ja, maar ik ben niet thuis, ik ben heel ver weg. Wat voor gesprek? Volgens mij willen jullie geen gesprek maar mij meenemen. Wat zei je? Volgens mij hoeven jullie geen gesprek met mij, maar moeten jullie mij meenemen of niet? Ja, dat klopt. Ja, en ik ben van plan om pas na december te komen, na de feestdagen, niet in januari, niet in december of in november. Na januari meld ik mij gewoon netjes en kom ik hier zitten. Ik heb met mijn advocaat hier al overleg over gehad. Ik ben niet thuis. Ik verblijf ook expres niet thuis. Ik Oké. ben zelf in, ja, heel ver. Oké, In de en waar buurt is van Groningen. Groningen, dus als jullie mij willen zoeken, mogen jullie in Groningen gewoon me zoeken. En tot die tijd wordt het gewoon een kat en muis spelletje. Oké, nou ja. Ik weet niet wat je probeert te doen, jongen. Je hoort of je een stem hoort, maar je kunt het liefst op zouten. Goeiedag meneer, met Wat probeer je te doen? Waarom wil je die brief misluisteren of ik thuis ben, je sukkel? Ik ben er niet. Laten we met respect met elkaar omgaan, meneer. Ik wil Ja, u maar niet. ga niet steeds fucking bij de woning van mijn moeder. Ga je mij blijven zoeken en alles. Ik ben er niet, heb ik al 20 keer gezegd. Vriend, ik ken jullie spelletjes al. Ik ben al ver weg, geloof me. Jullie mogen zoeken in Groningen, ja? Daar kunnen jullie komen zoeken. Ga niet deze kinderachtige spelletjes spelen door die brievenbus heel dag te gaan kijken. Wat ben je, postbode? Nee, ik ben een politieagent. Oké, dan hoef je niet door de fucking brievenbus heel dag te gaan gluren. Wat ben je, een gluurder? Oké, dan hoef je niet door de fucking brievenbus heel dag te gaan gluren. Wat ben je, een gluurder? Je bent Nee, agent. Doe je werk gewoon netjes. Doe dingen wat een agent hoort te doen. Gewoon goede dingen. Niet in fucking november en december mensen oppakken die een fucking straf van 2 jaar geleden, een taakstraf niet goed hebben afgerond. Jongen, ik ben ZZP'er. Ik doe mijn werk gewoon netjes. Ik doe niks slechts. Ga andere mensen lastigvallen of zo. meneer, Waarom gluren jullie door de brievenbus? Waarom? Wil je post zoeken? Wat zoek je? Nee, ik zoek aanwijzingen of er iemand thuis is. Ja, er is niemand thuis, anders had ik die fucking deur geopend gedaan en was het heel anders geweest. Jong, ik heb deze camera niet voor niks geïnstalleerd. Ik weet het. Dat is omdat als mensen voor de deur lopen te irriteren bij mijn ouders thuis, krijg ik hier een melding van. Krijg ik dat op mijn mobiel, zie ik Ja. beweging voor de deur, dan reageer ik erop. Dus En wat wil je? Wat wil je nou precies? ik wil weten of u thuis bent, ja of nee. Jongen, ben je niet thuis? Dus de hele dag zit je al te gluren via die brief. Met elkaar communiceren of niet? Ja, is goed, maar ik snap niet dat je door de brievenbus Ik moet wil gluren. graag zaken met u doen. U heeft nog een straf openstaan. En Ja? wij hebben de opdracht om u op te halen. Ja, maar het zijn niet echt winstgevende zaken voor mij. Wat zegt u? Jij wil zaken met mij doen, maar zaken moeten van beide kanten moeten wel leuk zijn. Ze zijn niet echt Ja, maar leuke zaken voor mij. u heeft iets gedaan 2 jaar geleden. Die verleden achtervolgt u nu. En zolang u kat en muisspel gaat spelen, ja, dan zijn wij nog steeds de kat en ik ben aan het snuffelen. Nou, maar weet je, het is. Ja, je mag snuffelen, maar het is niet zo fijn als je allemaal brieven besnuffelt. Maar weet je, het is. Kijk, als we het nou Verwacht. netjes een datum zouden kunnen afspreken na januari.